Het SRT-systeem verzorgt de communicatie tussen de melkkoeltank en de melkrobot. Het SRT-systeem zorgt ervoor dat alle procedures goed afgewerkt worden en dat eventuele storingen gesignaleerd worden. Wanneer alles goed verloopt, zullen al deze drie lampen uit zijn. Het kan zijn dat of het RMO'tje en kraan open branden en of dat de storingslamp knippert, snel knippert, langzaam knippert of continu brandt. Om erachter te komen wat daar de oorzaak van is, kunt u de gebruikershandleiding daarvoor op naslaan. Wanneer u de smartkoeling wilt overbruggen, dan is het mogelijk om dus deze alarmknop 10 seconden ingedrukt te houden. Daarna zal er continu gekoeld worden.